De provincie is prominent aanwezig tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Met een eigen paviljoen centraal in de hal Strijp S profileert Brabant zich als dé designprovincie van Nederland. Absoluut, absoluut zonder twijfel. Ik bedoel, volgens mij is er in Nederland geen grotere evenement op dit gebied, als je het zo mag noemen. U heeft vandaag ook al mooie dingen gezien? Ik heb hele mooie dingen gezien, maar ik ben er nog net. Maar wat ik al gezien heb, vind ik heel mooi. Ja, verrassend, fris. Brabant, de designprovincie van Nederland? Uiteraard, ja, natuurlijk. Ja, bewijs deze dag natuurlijk. Hè. Groots opgezet. Ja, staat echt op de kaart. U heeft vandaag al mooie dingen gezien? Nou, we zijn alleen hier geweest, maar we zijn aan het rondkijken. En het is echt heel verbazingwekkend wat er allemaal te zien is. En mooie ontwerpen, verrassend, vernieuwend. Ja, mooi. Via briefkaarten kunnen bezoekers suggesties indienen over hoe zij denken dat de provincie de komende jaren moet worden vormgegeven. Een mogelijkheid waar veel mensen gebruik van maken. Dit is jouw ontwerp? Dit is mijn afstudeerwerk, ja, klopt. Een verwijzing naar het worstenbroodje? Zou kunnen. Eerder naar... Naar andere dingen, maar worst wordt ook vaak, associatie met worst wordt ook vaak gemaakt. Ikzelf ben geen Brabantse, ik kom uit Limburg, maar ja, vorig jaar ook hier geweest, nu zelf hier met een stand van mijn partner, dus bij uitstek de designprovincie. Brabant, de designprovincie van Nederland? Ja, nou ik vind, als je hier zo rondkijkt wel ja, ik vind het al heel, eigenlijk best wel indrukwekkend, dus er is veel te zien. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ook dingen die je nu al zijn bijgebleven? Ja, toch wel. Ja. Ik heb wel wat ideeën opgedaan hier. Dus, en er zijn ook wel dingen dat ik daar een beetje over na kan denken. Oh, u bent gewoon ideeën aan het pikken? Nou, nee, dat niet hoor. Want nee, ik zou niet durven. De Dutch Design Week duurt nog tot 26 oktober en is gratis te bezoeken.